Wat vind je van ananas op een pizza? Nou, dit gaat me misschien wel heel veel volgers kosten, maar ik ga het je toch zeggen. Terwijl ik deze Marokkaanse pizza voor je maak met langzaam gegaarde kip, ras al hanout, ui, olijven, citroen en een beetje kaneel. Maar over die ananas, ik zag dat een kerel in Zweden een keer een pizza kiwi had gemaakt, waarna zijn vrouw gelijk bij hem wegging. Dus ik ben gewaarschuwd. Nou, hoppakee, even een minuutje in de oven en dan heb je een waanzinnig lekkere pizza met een Marokkaanse twist. Maar die ananas op pizza dus, heel eerlijk, ik heb echt geen flauw idee, want dat heb ik gelukkig nog nooit geprobeerd. Bissaha, habiba.